maturentherapie. In deze tijd van moderne turbomotoren die onderin al zo smeuig zijn als een net geopende pot pindakaas, is rijden met de Honda Civic Type R een hele aparte ervaring. Even ontsnappen aan de werkelijkheid. Want bij deze 2 liter VTEC moet echt de zweep erover. Boven de 5500 toeren, daar gebeurt het. En dat is heel gaaf. Ik weet nog goed toen ik voor het eerst een Honda toerenmachine helemaal open trok. Het was met een Honda SC1000. Ik dacht echt, nu komen die drijfstangen door de motorkap naar buiten. Niet normaal weer. Wat een machtig ding was dat. Of die Integra Type R en de Echo Type R. Wit met witte wielen. En daar heeft deze Honda Civic Type R Championship Edition wel wat van weg. Maar dat is niet de reden dat Honda met deze uitvoering komt. Want de Championship Edition is een eerbetoon aan Honda's eerste Formule 1 auto. Hij is in dezelfde kleur uitgevoerd. Ja. Komt die auto uit, heeft Honda besloten om uit de Formule 1 te stappen. Nou, mij kan het niet echt boeien, want wij hebben weer een reden om met de Honda Civic Type R op pad te gaan. Leuk natuurlijk dat eerbetoon, maar veel leuker is natuurlijk dat deze uitvoering een limited spare differentieel heeft. Daardoor kon je veel eerder op het gas gaan staan dan in een gewone Civic Type R. Het is een kwestie van insturen, op het gas gaan staan en gaan. Nou, zo'n spare differentieel dat werkt veel beter dan wanneer je die krachten beteugelt met ESP-sensoren. Je hebt nu geen onderbreking van de trekkracht. Treedt de wielspin op, dan zorgt het systeem ervoor dat de trekkracht naar het andere voorwiel gaat. Maar het motorvermogen wordt niet beteugeld. En dat werkt gewoon super. Nou, zo'n Civic Type R stuurt echt heel scherp. In het begin stuurt hij zelfs zo scherp dat je te scherp instuurt. Dat moet je weer corrigeren, dat moet je gewoon even aanwennen. Maar dat is ook wel een beetje de charme van deze auto. Dat schakelen ook. Heel direct, korte slagen en het is net alsof je met de vingers in de tandwiel aan het roeren bent. Zo goed voel je wat er gebeurt. Bij het schakelen van 5 naar 6 moet je wel opletten hoor. Want als je boven de 200 van 5 naar 6 gaat, doe dat met beleid. Want je wil niet dat de bak dan in 4 belandt. En het kan bij deze bak wel gebeuren. De Honda Civic Type R heeft een heel ander karakter dan een Volkswagen Golf GTI of een Ford Focus ST. Tot 5500 toeren is het een vrij gezapige auto. Daarboven barst er echt een orkaan van geweld los. Nou, normaal gesproken vind ik 200 pk genoeg voor een hotheads. Maar bij de Championship Edition met zijn sublieme spare heb ik zoiets van, nou, het had best wat meer vermogen mogen zijn. Bijvoorbeeld 240 pk, zoals dit blok ook in het Honda SC1000 levert. En dan zou ook die prijs van 39.000 euro wat meer gerechtvaardigd zijn. Want bijna 40 mil... voor een 200 pk sterke hotheads vind ik toch over de top.